3, 2, 1, start! Meer dan 200 dolenthousiaste kinderen, 800 spuitbussen met verf en 850 vierkante meter houten panelen. Klaar voor een wereldrecordpoging graffiti spuiten. Wat ben je aan het doen? Ik heb een hartje getekend. Voor wie? Voor mijn mama. Ik ben de zusjes Kriegel aan het schrijven, aan het graffiteren. En die drie belhamels uit de boeken van Mark de Bel zijn de aanstokers van de hele actie. Ik ben Lien Kriegel. Ik ben Fien Kriegel. En ik ben Fien. Oeh, nee. Het is een drielink, Lien, Sien en Fien. En die hebben een iets groter plaag- en kattenkwaad gehalte dan de doorsnee meisjes van die leeftijd. En graffiti spuiten hoort daar duidelijk bij. Dat is echt eigenlijk een beetje een hobby van ons. Ja, zo. Ja, ja. Wij zijn er ook kei goed in. Ja. Maar nooit illegaal, hè? Nee. Nog nooit gedaan eigenlijk, hoor. Nee. Is dat leuk, graffiti spuiten? Ja, heel leuk. Waarom? Het is plezant, je kunt er veel kunst mee maken. Je mag het maar eigenlijk niet ergens anders. De kinderen hebben 2 uur tijd voor het record, maar na een dik uur zijn ze al klaar. Het is gelukt, ja. We hebben ongeveer 850, 860 vierkante meter volgespoten. Dus het record van 750 meter is ruim gebroken. Een deurwaarder moet alle panelen nu nog nameten, maar normaal is een plaats in het Guinnessboek binnen.